Zo, daar ben je van het rijden. Wat kom je tegen? Deze mooie beauty, hé. En van een hele mooie auto zien, ben ik dan met mama lekker weer op stap. Bijna 6 uur. Ja. Hier loopt Rodan. Ik zou zeggen, kijk even heel goed hoe die er nou uitziet. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 8 juli 2022. En het is bijna 10:30. Nog 2 minuutjes. Dan is het 10:30. Ja, ik moet vandaag even naar het ziekenhuis. Naar mijn liefstallige vriend Maarten Bronkhorst. Dat gaan we ook maar even doen. Want ik krijg weer een beetje pijn, zeg maar. En 's avonds heb ik het gevoel en dat ik een soort van band om mijn buik heen heb. En daaronder dus die steken. Dus dat zal ik ook nog even zeggen. Maar voor de rest wens ik bij jullie wel weer heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Nou, we zijn weer eventjes aan bij het ziekenhuis geweest. Voor mij. Joh. Ik heb weer 2 prikken gehad. 2 prikken rijker. Yep. En dan gaan we even naar de Papenstraat. Ja, eens even kijken of ik wat leuks kan scoren. Qua een jumpsuit of zo. Dat is leuk. Een leuke jumpsuit scoren. Ja. Veel plezier ermee. Ik ook wel niet. Nee, jij niet. Maar ik wel. Ja, dus we gaan nu even naar de Papenstraat. Ja, naar de Papenstraat. Ja. Nou, we zijn dus nu net al bij Lots of Goodies geweest. Ja. Ze zitten dus hier in de Papenstraat, nummerootje 22. Heel veel leuke spulletjes. En ik ben ook geslaagd. Jee. Dus Lots of Goodies, Papenstraat in Den Haag, nummer 22. Yes. Nou, vanuit Lots of Goodies, ja, heeft Ro, waar is mijn vent, daar, heeft een heerlijk lekker ijsje van me gekregen. Hè, schat? Awesome. Bij Florentia, hier in de binnenstad. Ja, ze zijn hier ook lekker bezig met de tram. Ook helemaal goed. Het ligt hier helemaal open, maar dat maakt niet uit. Smaakt die of niet? Ja hoor. Ja? Dat is mooi. Daar ben ik heel blij mee dat het smaakt. Maar ik heb dit gekocht. Ik weet niet of ik het vandaag of het weekend kan laten zien. Maar zeker. Zo, ik had even zand in mijn oog. Maar dat maakt niet uit. Maar ik ga het zeker aanstaande week even laten zien aan jullie. En dan, ja. Daar zeg ik al, vandaag gaat het niet lukken. Vandaag. Nou ja, gewoon wel eventueel, maar nee, niet. Dat wordt, schat, van de week eventjes deze jurk aandoen en dan eventjes ergens foto's maken. Ja, top, dankjewel. Dus dat wordt vervolgd volgende week. Dus die houden jullie nog van me te goed. Komt helemaal goed. En Roog geniet van zijn ijsje. Hè, schat? Ja, dat dacht ik al. Oh, heerlijk. Mijn mannetje geniet lekker van zijn ijsje. Had je helemaal geen 2 bolletjes gewild? Ja, ook wel. Ook wel. Toch wel? Oh, ja hoor. Dus, maar ja, we gaan nu even weer op naar de auto, want die staat ergens. Geparkeerd. In een parkeergarage. Ja. Ja. En toen waren we weer bijna bij de auto. Dat is een hele bekende plek volgens mij voor jullie. Hele bekende plek. Voor mij dan. En als je het heel goed wil zien, dan moet je even heel goed in mijn afspeellijsten kijken. Ja, afspeellijsten. Ja. Ook goed. Ja, dat zeg ik. Het is hier... Ah, Rodi gaat kijken gelijk bij Emma de karretjes.
Wat else? Leuk. Helemaal geweldig. We zijn weer bij de auto. Yay! Oh, lekker cool hier, hè? Heerlijk, jongens. Yay! Ja! Yes! Zo. Zo. Zo, dan ben je van het rijden. Wat kom je tegen? Deze mooie beauty, hè? Kijk eens hoe die kleur verandert. Even opletten voor anderen. Altijd wel handig. Kijk, moet je opletten hoe die kleur verandert, hè? Gaaf hoor. Dat is heel gaaf. En van een hele mooie auto zien, ben ik nou met mama lekker weer op stap. En dan niet in onze Jumbo, nee in de Jumbo en bij mama. In de buurt. J-dorp, Juliaantje dorp. Ja. En we gaan even kijken bij de bak, misschien is daar weer wat in. Ja, je weet nooit. Bij de bak. Luchtige banaansmaak, ma. Tonkaas, man. Mama. Tonkaas. Ah, lekker. Die lust ik wel. Ja, dat weet ik. Dan weet ik dat u dat lust. Toch wel fijn, hè? En zo'n Jumbo, hè, mam? Ja. Met zo'n bak. Nee, ik ben er niet van. Nee. Tuurlijk. Dit is eierkoekjes. Ja, lekker. Voor mij, ik er wel. 50 cent. Joepie. Ik heb hier wat gekocht, hè, jongens. Ik heb wat gekocht. Kijk, en dit is ook lekker om. Wat is er zoek? 3 euro. We hebben hier heel veel dingetjes. Ik bief te krijgen weg. Grappel, grappel. En dit is trouwens. Steekpartee. Taparen. Steekpartaren. En dit is, even kijken. Tonijnsalade, oeh, die neem ik ook even mee. Helemaal top, leuk zo, kijk. Kan ik op mijn broodje smeren zo meteen, ja. Alleen ik weet nou niet of ik nog weer boter mee heb, maar dat maakt niet uit. En dan haal ik even boter. Boter, blijft u maar even staan hoor, man. Dan pak ik even boter. Ga ik boter zoeken. Als ik boter kan vinden, by the way. Ergens boter, dat zal. Ja, daar. Boter, boter, boter. Even kijken, de goedkoopste boter. Moet ik hebben. 1,19. 1,19. Zo. Dat is 1,19. De goedkoopste. Is hier niet te vinden. Nee. Dan pak ik toch aan die van 1,19. Kijk, prima. Ik heb toch weer even een boter. Jo, best. Ja hoor. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Lekker hè, meisje? Is je lekker hè? Zo, nou we staan even lekker in de mediamarkt, want we zijn even ergens op zoek naar eens. Leuk, maar ook dat wordt weer een verrassing voor jullie. Ja, degelijk. Hi. Hi. En Roos even wat aan het uitproberen. Ik weet niet of Roos dat... Deze is beter inderdaad. Beter kleur. Heb je hele gezicht kleur? Ja, naar mij weten wel. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, wat Roders nu aan het doen is. Even draaien naar dit ding toe. Zo dus. Nee, andere kant op. Hè? Zo, zonder. Ja. Zo met. Ja, oké. Okay. En dan gaan we even kijken of de witte iets duidelijk doet. Helemaal niks. Ik vind dat... Dit is zonder.
Dit is Matt. Ja. En dit is de gauw. Mhm. Goed mikken. Zo, die en deze is beter. Zo, kikken. En dat is ook een reflector. Kijk, dat was dus met die. Gouden. Ja, die witte. Ja, en dan zit dus nog een hele rits er ook in, zeg maar. Nee, dat is één ding. Heel gouden. Oké, zo. Gewoon een hoepel. Ja. We hebben op een of andere manier een reflector ding gemaakt. Oké, maar wat we nog aan het kijken zijn, dat is voor later, toch? Ja. Ja. Dus we gaan nu naar de... Waar dat gepiek achterloopt. Nou, daar ergens. Dus, kom maar, lief, kom. Schat, kom. Ik kan beter op dat moment doorlopen. Ja, lekker doorlopen. Tuurlijk. Zo. Maar wel hele mooie wasmachines. Ja, allemaal wasmachines van Miele en van Samsung. Ja, dan heb je hier nog andere dingen. Ja, je kan het zo gek niet bedenken of Mediamarkt heeft het eigenlijk wel. We zijn weer in de Jumbo in de mall. Ja, daar zijn we weer. Heerlijk verkoelend hier. Lekker. We mogen niet klagen. Nee, en dat gaan we ook dan zeker niet doen. Nee, zo ga jij niet doen, zeg. Kijk, maar... Ja, die niet, maar... Maar deze... Ja, dat doe ik. Ja, die kennen we wel. Nou, ik ga even Ro eventjes oppikken. En dat is wel leuk. Ja, daar is ik al. Gaan we vooral even oppikken. Zo. Want dat zou ik even doen. Vooral even oppikken. Ik rijd trouwens verkeerd ook. Ja, dat maakt niet uit. Rijd maar eens een keer verkeerd. Ook goed. Tegen de richting in. Kijk, en daar zit hij al. Want Ro is ook gewoon moe, weet je. Dus dan haal ik hem gewoon. Gewoon even zo doen. Alles is al open. Zij kan er gewoon in. Kijk. Zo. Zij kan er gewoon in. En dan komt hij zo meteen bij mijn auto zitten. Dat is ook leuk. Ja. Dat is leuk. Dat is grappig. Zit ik eens een keer achter stuur, jongen. Dat is grappig, toch? Ja, die is nou dicht. Die kan er tussen hoor, jongen. Dan gaat hij echt nou serieus wachten. Hij, zij en kan er makkelijk tussen. Kom. Kan er makkelijk tussen, joh. Maar ja, maakt niet uit. Roderick en die gaat lekker naar huis, lekker slapen. Want die is moe. Het is nu bijna 6 uur. Ja. Hier loopt Rodan. En nou ja, ik zou zeggen, kijk even heel goed hoe die er nou uitziet. Hij ziet er echt gewoon niet uit. Gewoon weer niet. Nee, eens kijken. Kan niet, hè? Nee. Nou, daarom ga ik dus ook zo meteen naar de wasstraat, jongens. Kijk, hier is helemaal vies. Daar is het vies. Het is gewoon helemaal vies, dus dat gaat niet. Dus ik ga mijn mooie... Leeuwtje is maar weer eens wassen. Zo, nou daar ben ik weer. Want hier hebben ze dan een Shell carwash uit het drooghal. En daar hebben ze een carwash Shell wasshell. En ik dan sta ik weer hier. Ja, wasbox nummerootje. Yes. Ik ga deze buurt maar weer eens even wassen, wat ik al zei. Ja. Dus nu zien jullie dus nog hoe die er nou uitziet. Kijk, en mijn velgen die zien er ook niet uit. Moet je hem opletten. Kijk hier. Maar even een streken. Iel, zou Rodan zeggen, gelijk. Nou, dat is dus elke velg weer zo. Kijk maar. Elke velg, kijk.
doe ik gewoon weer hier. Kijk, je ziet het. Het is vies. En je mag gewoon nog altijd volgen. Helemaal top. Nou, dan ga ik dus even de hele auto doen, jongens. Yes. En zo ziet hij dus er nu nog uit. Ja. Ja, toen stond ik dus in de badkamer. Ik heb X-week iets besteld en bij AliExpress. Deze heeft mama dus ook. En ik heb hem dus nu ook. Ja, ik zal er even één uithalen. Het is zo één. Die wil ik eigenlijk gaan proberen gelijk in mijn was. Ja. Dus ik ga hem er gewoon bij doen. Het is voor rubber. Lekker kraak, kraak, kraak. Dus we gaan het eens even proberen. En als er hier heel veel haar op zit, zijn jullie de eerste die het krijgen te zien. Dus houd even in de gaten. Ik ben benieuwd of dit echt en ook echt gaat werken. Ja, en toen lag ik al lekker op bed. Heerlijk, het is alweer bijna 3:30 en mijn wekkertje. Die gaat alweer om 5:00 en om 5:30 om Ro op te halen. Ja. Dus ik moet eventjes een beetje bijdenken. Komt helemaal goed. En voor nu wens ik jullie gewoon ook wel te rusten. Wanneer je dit maar kijkt. En vond je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet dan ook zeker niet hier beneden te abonneren. Doe het belletje aan, want blijf jij namelijk op de hoogte. En laat even tevens een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.